luckily everything I need to take with me fits into that tiny little boot of my Alfa Romeo 4C. And now I will make my way to Interlaken, to the Alfa Romeo 4C Passion event. And in front of me are 500 kilometers in this tiny little car. I drove more than 500 kilometers to get me here, and I really have to say I had loads of fun from time to time. But on the other hand, that car is not made for people of my size. Now we're here, where all the action will happen. This is where all the Alfa 4C are and where all the Alfisti will meet. And after being in the car for about 500 kilometers, I can tell you, not everybody will drive a 4C. Now I found the guy who is responsible for the whole event. Marco, you are the head of the 4C Club in Switzerland. What makes this event special? We're expecting about 800 to 1000 Alfisti, and there should be about 200 4C, 100 Giulia and 30 Stelvio. Etwa 100 Giulias und etwa 30 Stelvios. Everybody meets here, every 4C fan. Next to me is Dominic, and Dominic arrives in a 4C which is not his own. The 4C is something special. It is so pure without the power steering. And the drive is completely different to all other cars. Vom feeling her ist es einfach was ganz anderes als das, was man so kennt. How would you explain Alfa Romeo in one word? Eigentlich pure passion. So, bei mir ist jetzt now, next to me is Thorsten. You brought something completely unusual. Alpha normally means red. Why green? And what did you bring? The color was the idea of Eduard Poggère. I told him to surprise me, and this is what he came up with. We picked it up yesterday, and today we're here. It looks like not only the color is different. Did you make any improvements to the engine as well? I've tuned the engines about a year ago to 320 horsepower. And the interior has been updated completely. On top there is a carbon fiber roof and other carbon fiber parts. This 4C comes from Italy, which makes perfect sense to me. But here at this 4C Passion Meetings, you find cars from around Europe and even more far away. Thank you.
That was my report from the 4C PASH meeting here from Interlaken. And I really have to say, that was an absolute fabulous day for me. I saw more than 200 different 4C. I think this will never happen again in my whole life. But now it's time for me to go, so I will squeeze into my 4C. I'm really looking forward for my way back home. Dit is de Honda CB1000R Neo Sports Café. En waarom hebben ze daar een driedelige naam aan gegeven? Wel, die Neo Sports Café slaat eigenlijk op drie belangrijke eigenschappen van deze nieuwe Honda. Neo wil niet enkel zeggen dat hij nieuw is, maar dat hij ook heel wat nieuwe technologie in zich heeft. Dit is een naked bike, dus in principe ja, een vrij basic motor, maar Honda heeft daar een andere aanpak voor gekozen. Een eenvoudige motor, maar wel met heel veel elektronica en heel veel pit. Het motorblok komt van de ja, bijna legendarische, of op zijn minst iconische, Honda Fireblade. En dat wil zeggen dat deze motorfiets, ondanks zijn naakte bouw, 147 pk puurt uit die vier cilinders. En dat is veel, maar dat is niet nieuw. Die Neo slaat dan weer op de nieuwe elektronica die erop zit. Er zit tractiecontrole op, er zit cornering ABS op, er zit gewoon ABS op en er zitten maar liefst vier rijmodi op waar de rijder kan uit kiezen naar gelang zijn parcours, naar gelang zijn ingesteldheid en naar gelang zijn niveau. Ook de weersomstandigheden mogen gerust een rol spelen, want deze CB1000R heeft zelfs een rainmodus. Je zet hem dus helemaal naar je hand en dat is voor naked bikes misschien niet helemaal nieuw, maar toch wel vernieuwend. Gaan we naar het sportsgedeelte? Ja, dat is logisch. Daar kom je bij dat blok van die heel sportieve superbike, die Fireblade, die berensterke Honda, die al sinds 1992 het mooie weer maakt in motorsportland. Maar deze versie is lichtjes afgezwakt. 147 pk is nog altijd genoeg en zelfs veel te veel voor de openbare weg. Maar dankzij dat elektronisch vangnet dat ja, de ruwe kantjes er soms een beetje afhaalt en die je toelaat om je eigen mogelijkheden optimaal te benutten, is die toch wel te verantwoorden. En Honda koppelt het aan een uitstekend rijwielgedeelte. Een stijf frame, een instelbare voorvork, een ProLink achteraan en remmen die absoluut top zijn. Als je die dingen samenvoegt, dan krijg je een heel sportief pakket. Niet om voluit mee op Francorchamps te gaan, want die lange rechte stukken, ja, dat is niet voor deze motorfiets weggelegd. Er is geen windbescherming. Maar wel sportief rijden op de openbare weg, sportief rijden op een doorsnee circuit, dat gaat er allemaal in als zoete koek. Vooral ook omdat Honda standaard kiest voor de Bridgestone S21 sportbanden die je toelaten om echt waar het onderste uit de kant te halen op deze motorfiets. Rest het café-gedeelte. Café-racers zijn heel populair deze dagen. En Honda geeft daar een beetje een eigen invulling aan. Niet door een typische neo-retro te maken, maar wel ja, door een beetje een industrieel design mee te geven aan deze motorfiets. Hij ziet er heel strak uit, heeft heel moderne lijnen en daar zit veel geborsteld metaal op, geborsteld aluminium, grijze vlakken gecombineerd met die donkere versie die we hier hebben. Er is ook een rode en een lichtere versie, maar deze ziet er best dreigend uit en het is ook de plus versie. Plus staat voor meer uitrusting, meer comfort ook, maar vooral ook een heerlijke quickshifter. Dat wil zeggen dat je kunt schakelen met deze motorfiets zonder aan de koppeling te raken. Je schakelt op en af en die elektronica zorgt ervoor dat je moeiteloos schakelt. Gewoon een tikje op die schakelpook en je ligt één versnelling hoger of lager. En dat maakt de rijden met deze CB1000R ook een stukje comfortabeler en sneller. Dit is geen beginnersmotorfiets. Het is een motor die zich richt tot ervaren motorrijders.
met een sportieve ingesteldheid en die ook wel kwaliteit kunnen op prijs stellen. Want deze motor is tot in de puntjes afgewerkt, heeft de kwaliteit die we van Honda mogen gewoon zijn. Dus de betrouwbaarheid zit er ook in. En de prijs valt voor dit totaalpakket al bij al nog mee. Net boven de 13.000 euro voor de standaardversie. Voor de plusversie waarmee we hier rijden kom je aan 15.000 euro. En laat ons dat gewoon bestempelen als veel geld voor heel veel geld. Dit is de Renault Megane RS in zijn 2018 jaargang en dat wil zeggen bijna net niet 280 pk, 279 om precies te zijn. En dan zijn er bijna 30 meer van de Renault Alpine die dezelfde motor heeft, dus dat belooft nog wel voor de Alpine. En straks komt van deze RS ook nog een trophy versie met meer pk's en een wat steviger onderstel. Maar deze RS met de 1800 turbomotor is eigenlijk na sport vooral voor dagelijks gebruik bedoeld. En we gaan eens kijken of hij die belofte kan waarmaken. Ja, 279 pk dus, om helemaal precies te zijn. En dat is een stuk meer dan in de Renault Alpine. Maar daar moet ook bij gezegd worden dat deze Megane ruim 500 kilo zwaarder weegt dan de Alpine. 1500 en nog wat kilo's zet hij op de weegschaal. Dus dat is 50% zwaarder. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat hij gewoon wat traditioneler van opbouw is. Een gewoon metalen chassis. Ook redelijk wat luxe voorzieningen ingebouwd. Dat brengt gewicht met zich mee. Dat maakt ook dat deze Megane niet de spurtcijfers haalt van een Alpine. Maar beneden de 6 seconden naar 100 km per uur, wie het daar niet mee kan doen, die mag zijn vinger opsteken. Deze RS heeft een double clutch automaat en Renault heeft die techniek inmiddels meer dan behoorlijk onder de knie. De automaat doet zijn werk zoals een double clutch automaat zijn werk moet doen, snel en accuraat. Daar valt niet tegen op te schakelen, hoewel romantici zouden natuurlijk liever een handgeschakelde zesbak willen. Een RS-versie heeft natuurlijk ook RS-stoelen. En in dit geval zijn dat comfortabel zittende racekuipen. Met flink wat zijsteun, zowel voor de dijen als voor de romp. Dat zit prima, je zit vast. Stuur staat zeer goed opgesteld, bijna verticaal. Met een markeerder voor de bovenkant van het stuur. Ligt ook lekker in de hand. Precies afgesteld worden. Daarover niks te klagen. En we gaan ook niet klagen over de 1.8 turbomotor. Heeft wat ons betreft een fijn geluid. Zeker als je het allemaal bij het normale laat. Want als je sport dan wel race inschakelt. Wat bijvoorbeeld hier kan. Dan verandert niet alleen de boordplank. Maar ook het geluid van de motor. En dan krijg je wat meer plofjes en vroempjes die vooral artificieel zijn. U hoort het. Maar wat ons betreft hoeven die bijgeluidjes niet. Je kan dus je auto via het scherm op de middenconsole een beetje naar je persoonlijke wensen afstellen. Wij rijden meestal met neutrale instellingen. Dat is voor alledaags gebruik de meest fijne oplossing. En het is een goed compromis tussen voelen wat de auto doet en toch een zeker comfortabel rijgedrag. Want dat heeft Renault nu toch wel helemaal uitgepuurd. Als we het over de motor hebben, dan moeten we het ook hebben over het verbruik. En dan zitten we aan een testverbruik van net geen 11 liter. Dat is dus wel een slok meer dan wat Renault opgeeft. Maar daar staan dan ook prestaties tegenover. Dit is een
als je hem de sporen geeft, een pure sportauto. Met flinke hernemingen ook. En als je de motor boven de 3500 omwentelingen houdt, dan heb je een sportauto. Maar ook een sportauto waarmee vader en zijn gezin naar de zee kunnen. Want daar is plaats voor minimaal 4, 2 achteraan, 2 vooraan. Achteraan met 3 gaat voor kortere ritten. Maar met 2 achteraan zit je behoorlijk en dan heb je ook voldoende kofferruimte voor 4 mensen. Dus wat dat betreft is de Renault ook een hatchback in de echte betekenis van het woord. Over de basisuitrusting hebben we niks te klagen. Alles wat de moderne auto heeft aan comfort, heeft hij. Veelal te bedienen via een scherm. En u weet dat wij liever wat knoppen hebben, maar daar kan je ook nog op het stuur terecht. De oude satelliet voor de radio staat nog altijd op de stuurkolom en dat vinden we een goed idee. De auto heeft de gebruikelijke bergvakken. Je kan de bank neerklappen, dan heb je een behoorlijk grote koffer waarmee je ook behoorlijk wat spullen naar het containerpark kan brengen. En als u ons vraagt wat de minpunten zijn van deze Mégane RS, dan zouden we die niet echt kunnen benoemen. Je kan natuurlijk klagen over het feit dat het interieur wat rudimentair is het woord, dat het interieur wat strak en plastiekerig is uitgerust, maar op zich vind ik dat wel passen in deze auto. Zelfs de digitale boordplank vinden we zeer te doen. Ook al omdat je zelf kan kiezen hoe die er moet uitzien. En ook voor de prijs moet je het niet laten. Wie een Mégane RS wil, gaat niet zeuren over de prijs. Die betaalt gewoon. Die weet gewoon wat hij voor zijn geld mag verwachten. RS wil ook zeggen four control. Renault geeft zijn sportieve auto's nu vierwielsturing mee. En we kunnen niet zeggen dat we daar van onder de indruk zijn, want we hebben gewoon niet in de gaten dat het er is. En op zich is dat natuurlijk zeer goed. De Mégane heeft geen achteruitrijcamera. En echte RS-mensen moeten die achteruitrijcamera ook niet hebben. Die worden al zenuwachtig van de parkeersensoren die er wel zijn. Kortom, deze Mégane RS hoort dus zonder twijfel in het rijtje van de betere GTI's thuis. Hij is, wat ons betreft, heeft hij daar ook zijn eigen inbreng in, omdat hij als geen ander rijcomfort en drivability weet te combineren. Dus als u ons vraagt of u een Mégane RS zou moeten kopen als u dit soort auto's leuk vindt, dan stellen wij gewoon de vraag, en waarom niet?